ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Laatste trein op weg naar Den Haag. En wie had ik net aan de telefoon? We raden het al. Ja, ja. Mijn dochter lief, Karin. Ze is al wakker, ze is al bij. Ze heeft al een ijsje gehad. En ze gaat nou ook zelfs al eten, want ze heeft zin in wat. Hoe doet ze dat? Toppie, hè? Doe een duim omhoog bij haar kanaal. Jullie weten het te vinden. En ook een duim omhoog. Mijn kanaal. Nee, ik kan er niet uit, hè. Gaat een beetje moeilijk. Ja, denken ze dat ik eruit ga? Ja, het is wel goed hoor. Nou ja. Gaat het lukken? Ja, het had er ook voorlangs gekund. En dan? Dan hadden ze niet hoeven te wringen. Maar ja, wie ben ik? Zo zeggen, lieve vrienden, tot straks. Thank you.
honger, maar kom beter. Ik voel nog niks, dus dat is wel lekker. Hmm. Als ik niet bel, dan komen ze niet. Omdat ze geen zin hebben. Ja, precies. Maar zoals je misschien, lieve vrienden, ik zei weer in het ziekenhuis aanbeland bij Karin. En ik heb jullie al in de trein gevraagd van zoek haar kanaal op, u weet haar te vinden. En steek even dat duimpje omhoog. Ja, want ik ben trots op haar. Heel erg trots. En dat mag gezegd worden. Ik ben ook trots op diegene daar. Ja. Daar heb ik gisteren heel lang Nou, Roderick, zeg eens wat. Daar staat. Ik zal eventjes weer stoppen, want de verpleging is er. Die vinden mij ook. Nou, Roderick, vertel. Dat moet ik allemaal vertellen. Wat jij van je aanstaande vrouw vindt. Een bikkel. Ja, heel ja. Een bikkel. Een bikkel, ja. Nou ja, inderdaad. Wou jij ook op de vlog of niet? Je komt er toch op. Ik kom er toch op. Ik kom er toch op. En ook met de bruine vlog. Ja, daar kom je er ook op. Wordt misschien nog een hondje op. Nou ja, kom op. Eens moet toch, hè? Nou, vertel. Wie ben je? Nou, ik ben Jessica. Ze is een dikke maand een hele goede vrienden geworden met Karin. Ja, met Karin en Roderick. En ik ben ook door hun gevraagd om te assisteren als ceremonievrouw. En wat ben je sinds vandaag geworden? Ik heb er ook een surrogaatmoeder bij, uit Den Helder. En een surrogaatzuster. En dus een surrogaatzuster. En een BFF. Plus waar. Dus ja, ik ben flabbergasted. Ja, geweldig. Ja. En mijn meisje, die is ook zo goed bij. Ja, en ik ga ook even gelijk even voelen, dat is leuk. Ja, met elkaar. Ja. Ik hoef hem lekker enkel niet vast te houden. Lekker puh. Ja, maar ik heb wel zometeen de vraag of zometeen even dit even gevuld kan. Ja, dat doe ik. Maar dan haal ik hem er wel weer af. Het is fijn. Ja, het is helemaal niet eens. En begonnen je. Het is nu kwart voor drie. Ja, kijk, het is nou kwart voor drie. Dus. En de operatie is super gegaan. Ik heb hem lekker gekregen. Daar zit mijn BFF en mijn zus. Hallo. En daar is mijn lieve mams, die ook lekker aan het vloggen is. Hoi. Dus, alles goed, mam? Ja, het gaat. Heel goed. Heel goed. Thank you.
Ja, lieve vrienden, en daar zijn we weer. En ik sta weer op het station in Den Haag, centraal, te wachten op mijn trein. En dan word ik weer fijn geholpen om erin te komen. En ja, de scootmobiel heeft nog geen vleugeltjes, helaas. Maar in ieder geval, weer op naar Den Helder. En als ik thuis ben, en misschien onderweg, als het enigszins mogelijk is, zal ik nog even de camera ter hand nemen en eventjes vloggen. Ze zeggen tot straks, lieve vrienden. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Alweer een geruime tijd, even zien. Het is nu 23:49 en ik was rond 10:30 pas thuis. Ik kwam sowieso 20 minuten later aan in Den Helder dan normaal. De normaalste zaak van de wereld zou zijn. Maar we hadden oponthoud, vertragingen, weet ik van wat allemaal. Wandelaar op het spoor, ik weet het allemaal niet. En met het gevolg van dien dat mijn hulp van de taxi er niet was. Hoe ik eruit ben gekomen? Nou, niet springen en ook niet vliegen. Nee. Twee andere mensen die hebben dat ding gepakt, die brug. En bij de trein neergelegd, zodat ik eruit kon. En er was er in ieder geval eentje die met een kostuum aanliep. Dat was een vrouw. En die kwam ook uit de trein. En die had ook een pasje om door die poortjes heen te kunnen. Dus die heeft mij mooi verder geholpen. En ik geloof een schoonmaker of zoiets. Ik weet het niet. Die hebben samen mij geholpen met dat ding. Anders had ik er nog in gezeten, denk ik. Dus ja, en toen ik thuis kwam, eerst... Frodo, die was zo blij. Zo blij. Die was zo blij. Zo blij, ja. Hé? En Kandel is naar buiten gegaan. Ja, die wou naar buiten. Nou ja, ik denk, ach, laat maar. Weet je, hoe warm ik hem tegenhouden? De beestje wou er echt uit. Ik denk, komt heus ooit terug. En toen heb ik Astrid gebeld. Omdat die natuurlijk ook zat te wachten tot ik weer thuis was. Dan ga ik even een tijdje mee zitten te praten. Toen nog een andere surrogaatzusje die ook vandaag mij belde. Die had mij nodig als uitlaatklep, omdat hij ook weer verdriet had om familie. Dus ja, die heb ik maar even gebeld. Ik ben zat, ik ben moe. Ik heb net weer een broodje gegeten. Ik heb een wijntje en een bakje koffie. En ik ga straks lekker naar bed. Ja, slapen. Het was vandaag een emotionele dag. Een knappe dochter die het zo goed doet. Karin, ja, met zo'n toppertje. Ja, echt waar, een toppertje. Zelfs de arts, hè, die keek er raar van op dat je zo super goed deed. Nou, ik vind het super goed. Mijn hemel, dat doet jou niet iemand na hoor. Echt niet. Bijna niet. Denk ik niet. Maar oké. Ik zeg nu welterust allemaal. Lekker slapen, gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht.